Goedemiddag, welkom bij Adventure Flights. We gaan vandaag weer een film maken waarin we nu gaan laten zien hoe je een route in de Garmin kan zetten en ook hoe je die zou kunnen editen. Dus ik zou zeggen, loop even op en kijk met me mee. Nou, we hebben het scherm aanstaan. Ik ben voor het gemak maar even aan de rechterkant gaan zitten, want dan hebben we het volle scherm. Maar uiteraard zou je dit ook vanuit het linkerscherm kunnen bedienen. Stel je voor, we gaan naar Midden-Zeeland. Dan drukken we op het knopje Direct toe en selecteren Midden-Zeeland. En we weten allemaal, dat is de Echo Hotel Mike Zulu. En dan zeggen we Activate. En dan staat hij erin. Maar we weten ook allemaal dat we hem zo nooit zouden mogen vliegen. Dus als je die route aan zou willen passen, dan ga je naar Menu. Dan druk je op Cravity Edit Flight Plan. En dan zie je dat er een witte streep in komt te staan. De lijn die wordt wit. Als ik daarop klik, dan kan ik dat ding wegslepen naar een bepaald punt. Versleep ik hem, laat hem los. Create een user waypoint. Oké. En dan staat hij erin. Ja, gaan we een beetje ver over zee. Dus ik ga hem hier weer een stukje in langs de kust slepen. Maak daar een waypoint van. Oké. Stel, ik zou dan over het Rotterdam willen vliegen. Kan ik ook zeggen van, nou, ik pak die lijn op. Trek hem over Rotterdam. En dan geeft hij de keuze van, ja, waar wil je overheen? Ik wil daadwerkelijk over het vliegveld. En pakt hij het vliegveld zelf als route aan. Nou, als ik zomaar lekker in heb gezet, kies ik voor Back. Save. En vervolgens heeft hij de route als zodanig erin gezet. En dan zie je dat hij het eerste stuk gekleurd heeft. Dat is de route die we gaan volgen. En zodra we bij dat punt komen, neemt de navigatie het automatisch over naar waypoint nummer 2. Nou, fantastisch. Dit zijn dingen die moet je gewoon regelmatig oefenen. Dus vraag ook tijdens de les met de instructeur om dit eens een paar keer te oefenen. Zodat je er helemaal los op bent op het moment dat je je brevet hebt en zelf een overlandje wil maken. Goeie vlucht.